Yo, we spelen dat je goed avond, daar zijn we in de Nether. En ja, je was vorige keer had een hele hoop Nether of Wither skeletons vermoord. En geen een van die bitches heeft een Nether skull of een Wither skull gedropt. We gaan die kant op deze aflevering. Dat heb ik bij deze besloten. Zo. En dan gaan we hier een beetje uitzoeken wat hier zit. Kijk, hier zit nou wel Glowstone, maar ik heb geen pickaxe meer om die te hakken. En het gaat hier naar boven. Ik zie daar al een ding staan. Het is een spanner. Nice. Oh, nice, 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 nice. Hoe moest je dat dan ook weer? Moest je allemaal ding omheen plaatsen, hè? Dammit, ik heb geen toortjes bij. Mij. Doen we zo. Doen we het zo. Oh, wacht. Ik moet wel aan deze kant staan. Hè? Zo, zo, zo. Zo, zo. En dan een dik kruis ervoor. Zo. Dit moet duidelijk zijn voor mij. Dat daar in ieder geval een spanner achter zit. Dan kunnen we daar namelijk weer iets, een blaze spanner farm ding maken. In ieder geval, ik ben bijna dood, wou ik zeggen. Dus je moet een beetje oppassen. Dit loopt ook alweer dood. Dus hebben we eigenlijk niet heel veel nutters. We hebben een blaze spawner. Maar hier ben ik al geweest. Daar was vorige keer aflevering. Daar ben ik geweest. Dus ik heb eigenlijk deze hele castle bijna afgeropen. Eigenlijk wel helemaal onderzocht. Dus eigenlijk het enige wat we hier nog kunnen doen is eventjes wat blaze en wither skeletons farmen. Dat zou chill zijn als we dat in ieder geval konden doen. Dus daar kom ik sowieso ooit nog wel een keer voor terug. Maar nu... Oh! Nice. Meer blaze. Ja, hij valt me aan. Nice. Nice. Hop. En hop. Maar het kut is dat die zombie pigmen erbij staan. Dus raak ik die één keer, heb ik die ook alweer achter me aan. Dus ik moet echt oppassen. Ja, hij raakte me. Jij moet dood. En dood. En dood. En dood. En dood. Ik ben wel dood. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het heel knap van mezelf vind. Dat ik die dinges zonder pikmin niet heb geraakt. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, dat vind ik best wel knap van mezelf. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik vind het best wel knap van mezelf. Goed, naar de Nether. Leeuw, leeuw, leeuw. 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 Zo, hier naar achter was het. En dan zo. En dan zo. En dan zo. Want ik wil wel al die stuff hebben. Vooral die kool is heel belangrijk. Dat ik aandenk aan de... Wither skeletons. Oh nice, hierboven zit er nog één. Die ga ik soms zo hard afmaken. Kom maar, volg mij maar. Waarom zit die normale skeleton? Ik ga achter, dus ik ga zo staan. Dat die elkaar aanvallen. Ja, lukt dat? Lukt dat? Het lukt niet eens, dammit. 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 De helft van mijn stuff is trouwens weer afgevallen, gok ik. Ja. Shut the fuck up, jij. Want ik weer dood. Oh, nee. Godsamme. Jongens. Dat is niet de bedoeling. Zo stond het niet in het script. Dat is dan weer niet soepeltjes, hé. Dat was niet het script. Het script stond dat ik moest winnen. Gewoon in ieder geval nog poging die dingen, bitches, gevallen op te rapen van mijn stuff.
En dan gaan we dit keer niet dood, is het plan. Anders dan ga ik eventjes met mijn producer praten over mijn script, want dan vind ik het echt waardeloos. Ja, yeah, ja. Yeah. Zo, keihard erdoor. Heen. Oh, kom op mee, dat heb ik nou die wither. Shit. Godsam, ik heb al 4 hartjes verloren. En dan is daar nog één. Oh man, oh man, oh man, oh man. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. De helft van stil is zeker weer afgevallen of zo. Ligt hier beneden. Nou, hier ligt het niet. Hier ligt nog wel wat van mijn stuff. Ja. Dit sowieso eventjes aantrekken. Is wel handig, maar dan ben ik mijn broek kwijt. Oh, hier is nog wel eten. En vuur. Beter zijn, maar is mijn stuff niet verbrand. Hi. Daar zijn nog wat mensen. Ben ik wel blij mee. Is die hier eraf geflikkerd? Is die hier? Beneden. Licht. Kool. Die kool is heel belangrijk. Want daar is een skeleton. Dus ik spring hier even af. En hier is mijn iron sword. En andere stuff. Gaan we even die kool oprapen. Want die kool is van levensbehang. Levensbehang. Niet levensbelang, maar levensbehang. Maar mijn broek heb ik niet. Dammit, ik heb mijn pijlen heb ik wel. Ik heb dat horse armor heb ik allemaal. Die heb ik. Ik heb een zwaard. Een boog. Ik heb eten. Ik heb dat. Ja. Die heb ik. Die heb ik. Ik heb bijna alles wat ik nodig heb. Ik moet even hier gaan staan als leven regen. En dan ga ik daarna die wither skeleton die erboven staan. Even op een donder geven. Zo. Oh, nee. Wat doe ik? Ik wil ze zo plaatsen. Hi. Doei. Nacht jij. Bitch, flikker op. Hij loopt ook gewoon serieus weer weg, hè? Wauw. Dat had ik niet verwacht. Goed, jij daarboven mag ook wel een beetje schade krijgen. En jij ook wel. Ja, dat vinden jullie wel fijn, hè? Dat vinden jullie wel fijn, hè? Een beetje schade krijgen. Die. En die. En dan zijn ze dood. Ja, ja. Kom maar. Hier zo heen met jouw lelijke kop. Ja, ja. Doe dat nou even. Yes. Ja, hij komt er echt aan. Oh my gosh, ze luistert naar mijn liedje. Oh my gosh, dat is niet de bedoeling. Ik moet dit doen. Dit was de bedoeling. Zo. En hier stond 2 seconden geleden nog eentje. Is hij eraf gesprongen? Ja. Dat zijn ook echt bitches, hè. Ik wil deze als eerste dood hebben, want die kan schieten. Schieten! Die met schietpowers moet als eerste dood. Zo, wat hebben ze getropt? Weer helemaal geen ene fucking wither skeleton, hè? Of mask, of weet ik hoe die fucking dingen heten. Het zal allemaal wel. Boeit me vrij weinig hoe die dingen heten. Want ik ben een rebel. Goed, hier is ook nog iets. Was ik hier al geweest? Hier is ook een spawner, hé. Hey. Best wel nice. Oh, wow, wow, no, wow, 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 wow. Niet nog een keer flikken dat, hé. Hey. Waarom zit die spawner? Is dit een nieuwe texture voor de spawner of is er iets mis bij mij? Ik ga wel weer zo'n nieuw kruis erin maken, want het is wel een mooi teken. Dus doen we zo. Tik, tik, tik. Tik, tik, tik. Tik, 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 tik. Zo, en dan doen we zo. Tik, tik, tik. 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 Done. Clear. Vraag je, is dat nog een wither bitch? Dus die gaan we ook even pakken. Wither bitch! Fuck jou, val dood en sterf pijnlijk. Witte bitch, fuck jou,
Val dood, want nu ben ik ook nog eens dood. Weer de bitch, fuck jou, val dood. Ik moet mijn stuff weer opkomen rappen. Weer de bitch, val dood. Dit is een echte hit, ja, 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 ja. Oh mijn god, dit wordt echt een parodie. Ja man, weer de bitch, val dood. En geef mijn stuff terug. Oh wow, dit is fantastisch. With a bitch fall dood, geef me stuff terug. Oh wow. Oh, gast, niet doen. Snap je de grap? Want het is een guest. Ja, ja. Nee, dan is het pittig awkward. Oh my gosh, hij raakt me bijna. Maar bijna is niet helemaal. Oh, with a bitch, ga dood. En geef me stuff terug. With a bitch. Ga dood, jou sla ik straks nog wel. Maar ik moet eerst mijn stuff terug hebben. Die ligt hier beneden. Niet verwacht dat ik die sprong zou overleven. Maar ik heb het toch echt wel gedaan. Die gaat sowieso op mij schieten. Ik voel het. Ik voel dat het gewoon zo'n soort bitch is die dat doet. Waar is mijn zwaard? Oh, zwaard? X? Of pik? Mijn penis? Mijn penis zit daar zo, ja. Een betere penis hebben we nu. Een boogje. En ik wil de pijl ook wel kunnen zien. En ik wil mijn eten hebben hier. Ja, go for it, bitch. Oh. Ik vind het zo kut, hè. Jij kan een lange afstandsavond doen, maar ik niet, hè. En dan verwacht je dat het een eerlijk gevecht is. Nou, mooi niet hoor. Ik heb wel lekker 7 blaze rods met 10 keer doodgaans. Nice, Jeroen, nice. Dankjewel, Jeroen. Dus ik waardeer het echt dat je zegt dat ik goed ben. Ook al ben ik helemaal niet goed. Het is toch chill om te horen dat iemand zegt dat hij mij goed vindt. Ik ben bijna dood. En dit wordt mijn dood. Ik meen het. Wauw. Ik had nooit verwacht dat het zo zou eindigen. Nee! Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Als iemand bij kan houden hoe vaak ik dood ga in deze aflevering, zou het heel fijn zijn. Zet dan maar eventjes in de beschrijving en dan krijg je van mij een lolly. Als ik je ooit tegenkom in het echt. Als je mij tegenkomt, zeg maar, hey Jeroen, ik krijg nog een lolly van jou en dan krijg je van mij een lolly. Bij deze afgesproken. Ik kom gewoon nooit meer uit mijn huis en hoef nooit iemand een lolly te geven. Ja, dat vond ik wel een strak plan, ja. Ik weet dat jullie daarover denken, maar ik ga gewoon nooit meer uit mijn huis komen en hoef niemand een lolly te geven. Hey. Ik moet sowieso nog uit het huis voor school en vakantie. En als ik eten nodig heb, dan moet ik naar buiten lopen. En dan het licht en het brandt. En het is niet fijn, maar het moet gebeuren. Het moet gebeuren. Dus, poets, pam, pam, poets, poef, pam. Hier beneden, chill. En dan lag het niet hier, maar hier. En waar is die bitch van de skeleton? Die is weer weggespand, hè? Ja, span maar weg. Span maar lekker weg. Dat zou ik toch ook wel echt hebben gedaan. Bam, bam. Hupam, hupam, hupam. Close enough. Maak eerst veel meer spullen, maar dat maakt niet uit. Want wij moeten nether bitches verslaan. Dat is ons levensdoel. Want daar staan er weer 2. Die gaan met pijl en boog lekker doodschieten. Lekker makkelijk. We hebben wel het probleem van die Big Man, dat hij erbij staat. Want als die raak, dan ben ik morgen niet jarig. Misschien overmorgen wel, maar morgen niet. Ik hoor een gast. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik hoor een gast. Gast? Allebei doodvallen. Ligt hier nou een skull beneden? Ja of nee? Hey, ligt hier een skull beneden? Ik ga je eraf duwen. Oeh. Oeh. YOLO. Nee, wel heel veel experience. Pontoon. Branden. Hahaha. Oh, je ging niet dood van vuur, hè. Of lava bedoel ik. We hebben wel 5 kool inmiddels. Ook heel chill om dat te hebben. Er zit hier nog iets cools.
Hier is wel al die lava waar ik ooit naar op zoek was. Maar op het moment is het niet echt veel cools. Dus ik pak mijn netherrack. En ik bouw mezelf weer omhoog. En dan zijn we boven. En dan staat hier, tot mijn verbazing, een helemaal niks. Oeh. Oeh. Dat was serieus tot mijn verbazing. Ik had eigenlijk verwacht dat het nou weer in één keer zo'n dikke meuk beest was gespawnd hier. Maar nee. Helaas niet het geval. Dat zeg ik terwijl ik ze daar zie. Hop. 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 Hou, hou, hoe, ha, hoe. Ontwijken die meuk. Schieten. Voordat je dood bent, doodmaken. Geen die het langs overleeft, die wint. En dat ben ik. Want ze zijn dood. Dood, 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 dood. Ik kan wel met een boog schieten. Maar niet als ik mensen moet vermoorden. Dan zijn ze op een of andere reden weer fucking veel beter. Waarschijnlijk omdat die mobs gewoon echt gewoon zwaar noob zijn. Als ik hier nu weer flikker, ben ik heel erg verdrietig. Dan, ja, heel verdrietig. Beter breng ik even wat stuff terug naar mijn huis, voordat ik zo meteen weer dood ben. Strak plan, Jeroen, strak plan. Wat echt goed, dat heb je goed over nagedacht. Zo van, weet je, dadelijk ga ik dood. Dus ik ga wel even op... Oh, kut! Er zijn beesten, als die me hadden geraakt, jongen. Dan was ik eraf geflikt, was ik dood. En met dood zijn ben je niet blij, want dan ben je dood. Ho, 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 niet raken. Jij ook, hop. 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 En hop. En hop. Godzame, waarom kijk maar... Ho, ho, waarom kijk maar geen... Netherhoofdjes. Nether. Nether skulls. Wither skulls. Whatever. Wat ook de precieze benaming mag zijn. Ik noem het wel Nether Bitches. Is hij dood? Oh, ik ben toch zo'n pro. En zo bescheiden. Ben ik ook. Zag je dat ook ze me vermoord, hè? Zag je het? Ik zag het in ieder geval wel. Ik wil misschien een zombie Pikmin als huisdier gaan houden. Wat denken jullie ervan? Een zombie Pikmin als huisdier. Ik bedoel, zolang je hun niet slaat, doen ze jou toch ook niks. Dus dan breng je ze gewoon weer terug eentje naar de portal. Duw er één door het portal heen. En dan neem ze... Oh mijn god, die zijn nog twee Withers. Oh mijn god, ik wil zo graag Withers hebben. Dat wil ik echt heel graag hebben. Hop. Hop. Afstand. Afstand. Ik wil niet dat jullie me slaan. Ik wil niet dat jullie me slaan. Ik wil niet dat je me slaat. Ga weg. Afstand. 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 Damn it. Godsamme, echt. Hoeveel skeletons heb ik nou al gezien? Best wel veel. Hoeveel heb ik nou een skelettenhoofdje vermoord gedropt naar. You son of a bitch. Ik wilde je net gaan slaan. En dan span je weg, hè? Dan span je weg. Godsamme. Godsamme. Nee. Hier zijn er nog twee. Die gaan waarschijnlijk ook wegspannen. Zodra ik bijna ben. Dus ik ga even snel op ze schieten. Zodat ik nog een kans heb. Zo, oké. Nou hebben ze me gezien. Dan zijn ze met mij gelokt. Dus dan gaan ze mij aanvallen. En dan is er van... Plop, doei. Oh, kut, oh, kut. Nee. Oh, fuck. Oh, fuck. Bijna dood. Kut, waarom zou ik op het randje zo'n hoofd eraf? Oh, Jeroen. Je bent toch echt een pompoen. Een echte pompoen. Niet een watermeloen. Want een watermeloen is veel te lekker. Dus je bent een pompoen. En je gaat weer zingen. Want dat is leuk. Je weet, ik weet niet eens meer of het deze aflevering was. Of de vorige aflevering. Voor mij was het deze aflevering. Anders had ik die wel genoemd. Dus deze aflevering heet Zingen met Jeroen. Want hij is een pompoen. Dus, slaat helemaal nergens op, joh. Slaat helemaal nergens op. Maar ik zing het toch wel. Want zo ben ik. Ik ben gewoon badass die dingen zingt die nergens over gaan slaan. Banaan. Op zich is het wel chill, want dan ga ik wat sneller. Of in ieder geval nou niet meer. Yo. Ah.
Nou ben ik best wel fucked als die beesten me nou lang genoeg daar tegenhouden. Kan ik mijn stuff niet pakken, maar hopelijk zijn ze nu weer weggespannen. Zou ik heel erg waarderen als ze wegspannen. Game, span ze nu wel weg en niet wanneer ik ze wil vermoorden, wegspannen. Zo. Zo. Het zou grappig zijn als dit in plaats van de Nether, als ze het ook nog land hebben genoemd. Dus de Netherlands. Snap je hem? Dan is het Nederland in het Engels. Het zou wel grappig zijn. Dit is heel random en nou spannen ze niet weg. Fuck jullie allemaal. Allemaal, iedereen in het spel. Fuck jullie allemaal. Godverdomme. Ik heb ook gewoon helemaal niet een extra boog of zo. Trouwens, zelfs als ik die zou hebben, zou ik vrij weinig mee kunnen. Want ik heb niet genoeg stuff om alles goed te maken. En ik heb hier nog twee pijlen. Dus, let's do this shit. Let's go. Let's fucking go. We can do this. I believe. Believe in the me that believes in you that believes in Kamina. Go for it. Ik denk dat mijn stuff inmiddels trouwens al wel weer weg is. Of net trouwens, het duurde 5 minuten. Hè. Dat is op zich redelijk lang. Klinkt heel kort. Maar het is best wel lang. Zo. So. Ready. Hou alles ready en steady en claddy en maddy en yeddy en... Oh mijn god, Jeroen. Dat zeg je allemaal. Geen idee. We gaan in ieder geval weer proberen onze stuff te verzamelen. Want het gold diamond horse armor tussen. En dat is best wel chill om dat te krijgen. Voor de rest is alles best wel een gold horse armor. Dat kan je alleen maar vinden en dat wil ik heel graag. Ja, want ik wil gewoon graag van spullen hebben. Please, laat ze niet in zitten. Oh, kut, zit er wel in. Dammit. Oh, het is nog maar één. Ik kan het rennen. Ik kan het rennen. Het zijn er nog steeds twee. Fuck. 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 I'm doing this shit. I'm doing this shit. No, I'm not. Magma Cube, waar de fuck kom jij vandaan? Fuck. Fuck. Waar de fuck kom ik vandaan? Jongens, ik wil de stuff niet kwijt. Damn. Oh man, oh man, oh man. Dus dan moet ik eigenlijk een omweg nemen, maar dat kan niet, want er zit net een berg voor. Ik heb geen bouwblokken. Dan kom ik daar dadelijk en dan kan ik mijn stuff niet eens krijgen en dan is het alweer weg. Fuck, ik ben echt, echt heel hard fucked nu. Eromheen bouwen, omheen lopen. In hoeverre is dat mogelijk? In een schaal van 1 tot 10 niet. Als ik die val overleef, denk niet. Ja, oké, okay, dan ren ik dus gewoon vanaf dit. Naar de achter waar de stuff die op de grond is gevallen ligt, dan heb ik die in ieder geval wel. Hopelijk ligt daar wat nuttigs tussen. Zoals blokken waarmee ik naar boven kan bouwen. Want dan kan ik namelijk de stuffels nog oprapen. Hier was het volgens mij. Ja, hier is het. Yes, ik heb in ieder geval de niet vervangbare horse armor. Dus daar ben ik in ieder geval heel blij mee. We hebben wel dit. Dit kutte is. Hier ligt nog wat. Het is echt heel ver naar beneden gevallen, hé. Het is echt heel ver naar beneden gevallen. Aardappelen. Aardappelen. We hebben wat bouwblokjes. Waar ik heel blij mee ben. Oeh, dadelijk val ik zo nog dood. Dat zou pas echt heel balen zijn. Doe het wel safe. Doe het gewoon safe, hé. Hé, geen risico's meer nemen. We hebben een helm. Hier ligt de kool. Kool, is dit serieus alles wat er af is gevallen? Ik neem het aan dat dit dan alles is wat er af is gevallen. Dat de rest nog gewoon overleeft. Dat al boven ligt. Dat neem ik aan, hè. Maar dat weet je nooit zeker, totdat je erboven hebt gekeken. En om erboven te kijken, heb ik best wel veel geluk nodig. Dat er geen monsters zijn gespand die mij nu gaan vermoorden. En anders is het zo van... Yo, lololo. Trouwens zou er langer geen Blaze en... Skeletons staan. Ben ik blij.
En ik ben blij, want die staan er niet. Dus dan kom ik hier en dan ruip ik al die stuff op. En dan is ze van. Fuck yes. Fuck yeah. Fuck yeah. Fuck yeah. Ik heb geen nether ward. Ik heb geen nether wards. Nee. 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 Kut. Ik heb hem niet. Ik mis mijn nether wards. Die heb ik nodig. Jongens. Help mij. Jongens. Eten. Ligt het hier ergens naar beneden? Het zou kunnen dat die beneden nou ergens ligt. Fuck. Dat ligt er gewoon helemaal niet meer. Damn it. Dan heb ik ook gewoon gelijk in één keer alles meegenomen, hè? Ik denk van, oh ja, chill, kan ik wel gebruiken, hè? Maar nou is het kapot. Ik leef nog. Ik leef nog. Ik moet relaxen, ik leef nog. Ja, het kan in deze radius liggen. Maar het ligt er niet. Dus het is gone. Oh! Daar ben je. Oké. Okay. Jij bent een bitch die ook doodgaat. Dammit, ik baal hiervan, mensen. Als we nou eentje terug zou kunnen krijgen of zo, zou het wel heel chill zijn. Want dan kunnen we met eentje meer kweken. Nee, we krijgen gewoon helemaal niks. Helemaal niks. Dat is het risico van het vak, mensen. Ik ben daar aan gewend geraakt inmiddels. Waar is mijn morgie? Ik heb trouwens hier nog maar één boog. Hé, waar is mijn tweede boog? Die ligt erboven nog. Oké. Okay. Chill, we zijn met pijlen. Ik heb ze wel. Maar waar zijn ze? Waar? Oh, ik heb één pijl. Really? Just one arrow. One goddamn arrow is what I get. Ik heb liever helemaal geen pijlen dan geen quartz. Ah, oh kut, eentje niet gezien. Dan zie ik die andere ook niet als ze hierheen komen. Hop. Dit is niet echt een slim gevecht, Jeroen. Je vecht niet slim. Je vecht niet op een slimme manier. Hier. Hop. Yes, ik heb er eentje neer. Oh. Wat neer jij? Kreng. Wat? Die manier. Hop. Bijna. Het. Die komt op. Hop. Zo slaan. Bijna. Yes. Bergen zijn ze gesnuffeld. En we hebben een gasteer. Nice. Jongens, wat vinden jullie hiervan? Oh, een kleintje. Oh, zo schattig. Nice, een gasteer. Ook goed, whatever, don't care. We hebben er in ieder geval één. Nice. Goed, we gaan weg. We are leaving the nether. Because de aflevering is nu dus 29 minuten. En dat is way too long. Yeah, it's way too long. It's just way too long. Ja, dat dus. Staat ook weer helemaal nergens op. Maar dat maakt niet uit. Dus voor dit een leuke aflevering. Vergeet ook wel geen blauw uit mijn hoofd te geven. En vond je mijn doodgaande kunsten leuk? Abonneer dan. Vond je mijn zangkunsten gevallen leuk? Abonneer dan. En fuck! Godverdomme!
Ik zie jullie voor een aflevering. Later.